De duiventilsport is al sinds de late 19e eeuw een typisch Haags fenomeen en geldt zelfs als immaterieel erfgoed. Het kenmerkende Haagse koeren, hua, 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 is inmiddels wijd en zijd bekend. Maar sinds een paar jaar wordt de hobby van onze Haagse duivenmelkers ernstig bedreigd door de aanwas van roofvogels in onze regio. Reden genoeg voor Business Point om een kijkje te nemen bij de zwarte vogel, al sinds 85 jaar een begrip in de Haagse duivenwereld, om eens te peilen hoe de Haagse lopen. Haagse lopen, beter gezegd, hoe de duiven vliegen. Hey Charles. Goedemorgen. Hoe is het met de Haagse duif? Ja, goed. Ja? Ja, gaat goed. Ik heb andere berichten gehoord. Ja, vervelende berichten. Ja. Ja, ja, de Haagse duif gaat in principe goed. Maar ja, we hebben een vijand in het terrein. Ja, hoe zit het daar precies? Ja, dat is de roofvogel. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Daar kennen we het niet van winnen. En dat beestje hoort ook in de natuur. Maar met recht in de natuur. Oké. Okay. Niet in een kerk hier in Den Haag. En is er helemaal niks aan te doen hoor? Nee, er is niks aan te doen. Er zijn ook mensen die het heel mooi vinden. Ja, ja. Ja, dat begrijp ik ook. Daar heb ik ook begrip voor. En waarschijnlijk zijn ze nog beschermd ook, die roofvogels? Ja, ze zijn beschermd. En misschien is dat ook wel terecht. Maar als je natuurlijk je duifje opgegeten wordt, vind je het niet meer leuk. Nee, vind je het niet meer grappig. Nee, daar word je niet vrolijk van. En ik neem aan dat jij dat ook merkt in de winkel. Ja, natuurlijk merk ik dat. Ik heb ook mensen die zeggen, ja, ik ga ermee stoppen. En het ligt natuurlijk al niet heel populair bij de mensen. Nee. En heel veel woningbouwers zeggen ook, van je mag geen duifje meer houden. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook heel vervelend. Terwijl vroeger. Vroeger was alles anders. Op elk plat dak zat een duiventil. Want die tijd heb jij ook nog meegemaakt. In de schoolbeurzen lagen er 100. Ja. Want hoe lang bestaat de zaak nou? 85 jaar. 85 jaar. Ja, mijn opa is in 1937 begonnen. Ja. Dus, ik wou bijna zeggen, je ziet er nog goed uit voor de 85 jaar. Dat is bedankt Fred, lekker. Een aardig ABC'tje voor me. Maar het is niet alleen de roofvorm, maar ik heb begrepen in de tijd, het is een beetje uitsterven ras, ja, duivenmelkers. Over 10 of 15 jaar is het misschien weer de helft hiervan. Ja. Maar ja, dan heb ik het ook gehad, Fred. Dus, ja. Maar ik probeerde wel alles aan te doen om het leven te houden. Daarom heb ik ook die duif hier nog. Daarom ben ik ook dat winkeltje hier nog begonnen. Op mijn gemak hier uit de Schoonburgerstraat. Ja. Dat is de beste set van de laatste jaren. Ja. Ik heb natuurlijk geen parkeerprobleem meer. De mensen doen een bakje bij me. Ja, je gewoon gezellig. Het is eigenlijk net een koffiehuis, hè? Het is een koffiehuis, een wereldkoffiehuis. Ja. Ja. Charles, hoe zie jij de toekomst tegemoet? Ja, voor de duivensport is het natuurlijk heel vervelend. De jeugd ziet er niks meer in, die zit liever op de telefoon of op de iPad. De jeugd is natuurlijk niet te motiveren. Nee. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. En, je kan er alles aan doen, maar het moet een beetje in je genen zitten. Ja, ja. Ik ben erin geboren, maar ik denk dat ik erin gemaakt ben. Maar als je het natuurlijk niet hebt, mijn kinderen hebben het ook niet. Nee. En misschien een keer zo open dat hij zegt van ik heb duiven. Ja. Maar voor de rest wordt dat natuurlijk steeds minder. Gemeentes werken niet mee, buren werken niet mee. Want als je een leeg duiven op neerhangt en er zit niks in, dan beginnen de buren al te zeggen, ja, ik heb wat gehoord. Ja, snap ik. En dan is de duiven ook nog leeg. Ja. En we hebben het nou alleen over de duiventilsport. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog de postduiventilsport. Ja, we hebben ook de postduiventilsport. Maar dat blijft toch wel niet. Ja, dat wordt ook wel steeds minder. Ja. Want je zit natuurlijk ook in een oudere generatie. Mm-mm. Kijk, er zit ook 70 en 75. Ja, en, ze vallen wel om. Maar aan de onderkant komen ze er slecht bij. Ja, we hebben veel Bulgaarse jongens in de club en zo. En een uit India. Nou, die gaan ook. Die vinden het allemaal geweldig. Mm-mm. Om dat te doen. Dus als ik het heel goed begrijp, dan zien we het einde van een typische Haagse traditie in zicht. Dat is zeer zeker, ja. De tilduivensport zeer zeker. Dat ben ik van overtuigd dat het over 10 of 20 jaar echt heel moeilijk gaat worden. Al zullen we het heel graag willen en ik verkoop nog heel veel hokjes en heel veel dingetjes. Maar je ziet het wel vergrijzen enorm natuurlijk en aan de onderkant heel weinig bijkomen. En dat, hoe je dat moet doen weet ik ook niet meer. Wat is nou een geheim van, heb ik al eens gehoord, het ligt aan de doffer, maar het ligt ook aan het koeren van degene die hem uitgooit. Ja, tuurlijk. Kun jij nou één keer van mij... Een beetje roepen. Hoe? Ja, dat heeft mijn vader 100.000 keer gedaan en mijn ooms. Ik zat meer in die postduiven, maar mijn oom en mijn vader natuurlijk en mijn opa, die zaten natuurlijk echt in die tilduiven. Ja.
Ja, die gingen niet naar beneden. Als die een vreemde hadden zitten, dan kon mijn moeder het eten weggooien. Ja, ja, ja. Die ging echt niet naar beneden. Ja, ik weet wel dat ik het ga missen hoor. Dat, ja, maar we gaan het allemaal missen. Samen. Ja. Hoe. Maar je kan het toch niet zo goed, jij. Ik kan alleen maar haar scoren. Hoe. Hoe. Hij ziet het mooi, joh.